Goedenavond en welkom bij het COVID-19-journaal. Nu de drie varianten zijn opgedoken in Suriname, is de situatie heel zorgwekkend te noemen. Naast de verschillende banale varianten heeft men geconstateerd dat de drie voornaamste variants of concern, namelijk de P1, ook wel de Manaus variant, de B1.1.7, ook wel de Britse variant, en de B1.351, ook wel de Zuid-Afrikaanse variant, hier circuleren. De minister van Volksgezondheid legt uit hoe het proces heeft plaatsgevonden. We hebben inderdaad het bericht ontvangen gisteren vanuit Nederland, de plek waar onze monsters voor COVID-19 worden opgestuurd. Al waar er sequencing plaatsvindt. Sequencing is niets anders dan het genetisch onderzoek naar monsters, waarbij gekeken wordt als er varianten zijn binnen een samenleving. De monsters worden geselecteerd door de infectiologen in Suriname op basis van de cases, dus het is niet een random, maar het is echt de cases worden geselecteerd als men twijfels heeft aan het verloop van een ziekte of hoe dan ook. Maar belangrijk is wel dat deze monsters op 26 maart richting Nederland zijn gegaan. De monsters zijn verzameld in de periode 15 februari tot en met begin maart of midden maart. En toen gesequenced en de resultaten zijn niet vrij. Uit de analyses van de monsters die zijn verstuurd, zijn in ieder geval is gebleken dat wij alle drie bekende varianten die we hebben in de wereld in Suriname ook circuleren. De vraag is natuurlijk direct van de samenleving, wat zijn de gevaren? Als er varianten zijn, is er sowieso reden tot meer bezorgdheid, omdat we hebben gezien dat varianten in verschillende landen hebben gezorgd voor explosieve stijgingen, omdat bepaalde varianten, zeker het Manaus variant, welke ook is geconstateerd, bekend staat om, een hoge verspreidingsgraad, maar ook om een erger verloop van de ziekte en met name een shift naar de jongere leeftijd. Dus wij hebben ervaring met COVID-19 gehad de afgelopen twee golven, sedert augustus 2020. En in december, januari, de tweede golf, hebben we gezien stijgingen. Dat is de normale bekende COVID-19 virus dan. En nu met de varianten merken wij, met de informatie die we hebben, moeten wij uiteraard voorzichtig mee omgaan. Met die informatie voorzichtig met elkaar zijn. Maar als dit gaat leiden, als de varianten gaan leiden tot een snellere stijging, dat moet nog blijken. Wij blijven continu materiaal sturen voor onderzoek. We merken wel de afgelopen dagen een stijging in het aantal gevallen. Zowel in absolute getallen of in percentage. Dat is ook reden geweest dat wij vanuit het ministerie al onze deskundigen direct hebben gevraagd om adviezen te formuleren. En dat gaan wij dus ook met tot ons nemen. Het heeft geen zin om acuut, urgente zaken te doen zonder genoeg wetenschappelijke onderbouwing. De samenleving wordt natuurlijk nog steeds gevraagd om de preventiemaatregelen in acht te blijven nemen, de Mohana-maatregelen, mondmaskers op, handen wassen en afstand houden. Dat is het enige wat u nog kunt doen als samenleving, actief. Verder wordt van u gevraagd om, zeker als u deel moet zijn van een gezelschap waarbij verschillende bubbels bij elkaar komen, dus personen van verschillende huishoudens, en deze denk ik aan een eenvoudig zitje, wat onschuldig kan lijken, omdat iemand net 50 jaar is geworden en u heeft gevraagd om even langs te lopen, maar u daar bent met een groep van 30 personen van 7 huishoudens. Dat betekent dat er al 7 bubbels bij elkaar gekomen zijn. En als er een variant ergens bij een van de personen aanwezig is, dat het heel snel kan gaan verspreiden. We merken al dat er weinig mensen zijn gaan testen, maar wel een hoog percentage is. Dus de oproep is zeker vanuit het ministerie van Volksgezondheid om zich zo snel mogelijk te laten testen in deze fase. Als u klachten hebt of als u in contact gekomen bent met een ziek persoon waarvan bekend is dat hij of zij suspect is voor COVID-19 of COVID-19 positief is getest, dat u zich zo snel mogelijk laat testen. Alle informatie
over het testen staat op de website van het BUG. Ik doe gelijk een beroep op het bedrijfsleven, op verschillende organisaties, op alle werkplekken, overal waar mensen werken. Neemt u de maatregelen serieus. Gaat u het protocol weer herzien met uw team. Ook al is het een klein kantoortje van een tandarts of een notaris of een maakt niet uit de bank of wat dan ook. Zet u even weer met uw team als het kan, zo snel mogelijk. Er zullen mensen zijn die verantwoordelijk zijn voor naleven van het protocol. Gaat u even goed naar wat moeten wij doen nu als extra veiligheidskleppen. Wat moeten wij doen conform het protocol. Als u het protocol nog niet hebt, gaat u op de website van het BUG. BUGsuriname.com. Ook daar kunt u de protocollen downloaden en implementeren in uw, op uw werkplek of in uw gebied waar u werkt. Dus nogmaals, de samenleving ook, treedt u handelt u conform de adviezen die we geven. Doe geen zaken die onverantwoordelijk zijn waar de besmettingsgraad of de het besmettingsrisico hoog is. Dat is wat het ministerie nu kan aangeven met betrekking tot de varianten. Na het nieuws over de drie varianten is er enige bezorgdheid ontstaan bij de reeds gevaccineerde burgers. Is het mogelijk dat ook de gevaccineerde groep nu weer vatbaar is voor herinfecties? Er is dus ook gevraagd als gevaccineerden zich zorgen moeten maken met de varianten. Kijk, wat internationaal bekend is dat AstraZeneca redelijk goed bestand is tegen een aantal varianten. De data echter, de wetenschappelijke internationale data, is nog niet helemaal beschikbaar. Er is nog niet genoeg data om dit ook te staven. Wij zullen zien aan de hand van de ontwikkelingen en de trends welke personen, welke groepen besmet zullen raken. We blijven het volgen. Ook wordt nagegaan als de persoon gevaccineerd is of niet. Hoe lang terug de persoon een besmetting heeft opgelopen. En dan zal het blijken uit dat nieuwe data, dat want we hebben nu een andere situatie, we hebben een variant en een mogelijke golf. Dus nu zal blijken uit contact tracing en alle andere informatie wat we gaan doen bij positieve, van is de persoon recentelijk ziek geweest met COVID, heeft de persoon dus COVID-19 gehad en is er weer een besmetting, dan kan het best zijn dat je een variant hebt. Dat zal dan weer zorgen voor nader onderzoek. Of is de persoon recentelijk gevaccineerd en toch positief en hebben grote groepen dat, dan zal het duidelijk zijn dat de vaccins niet effectief zijn. Maar daar zijn we nog een beetje te vroeg voor. Ik denk dat wij de wetenschap even de ruimte moeten geven om dit te onderzoeken. En ook de trend en de realiteit van infecties zal geanalyseerd worden en dat zal tijdig aangepakt worden vanuit het ministerie. Zoals door de verschillende instanties is aangekondigd, is een derde golf niet uitgesloten. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor met name de gezondheidszorg. De gevolgen voor een derde golf, zoals dat wordt aangekondigd, zullen natuurlijk heel lastig zijn. Het kan implicaties hebben op verschillende fronten. Eén is dat onze gezondheidsstelsel weer overbeladen wordt met positieve. We weer teruggaan naar de basics om een golf aan te pakken. Dus dat wil zeggen opschalen van de COVID-zorg. Mobiliseren van human resources van de reguliere zorg naar de COVID-zorg. Het heropenen en weer institutionaliseren van de intensive care units. Welke dus nu weer gesloten waren. Gisteren is het AZP, de intensive care van het AZP, voor COVID-19 weer heropend. Omdat we weer aankondigingen hebben van patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Het brengt de nodige stress met zich mee binnen de gezondheidszorg. Daar hebben we inmiddels al twee golven meegemaakt. De ervaring zit erin, maar de demotivatie is ook groot. Personen zijn steeds weer teleurgesteld. Het zorgpersoneel bedoel ik in deze, dat wij weer terug moeten gaan naar alles weer opstarten. Waar we al afdelingen gesloten hadden, waar we al afdelingen, units, tenten al vrijgemaakt hadden en nu weer onze krachten weer gemobiliseerd hadden voor onder andere vaccinatie, onder andere de reguliere zorg. Maar met stijging kom je er niet onderuit, je zal weer terug moeten gaan en dat is de verantwoordelijkheid van de regering die dit op zich moet nemen. Het wachten is nu op de informatie met betrekking tot verscherping van de maatregelen. Die informatie moet komen van het Outbreak Management Team en van de parlementaire commissie. Volgens de gezondheidsminister staat het wel vast, nu de varianten aanwezig zijn, er niet geschroomd zal worden over te gaan tot verscherping van de maatregelen.
Wij hebben vanuit de regering zeker de intentie om niet alleen het beleid te maken, maar zeker inclusiviteit in ons beleid mee te nemen. Zo is het een van de belangrijke actoren binnen het volksgezondheid is het outbreak management team, die ons woensdag van informatie zal voorzien, van advies. Ook het parlement, u weet dat het parlement een parlementaire COVID-commissie heeft, die ook in de voorgaande golven heeft geparticipeerd met adviezen. En wij zeker als regering uitkijken ook naar de adviezen van het parlement, met de deskundigen samen vanuit het ministerie en BOG en het Outbreak Management Team. En dat wij op basis daarvan een advies zullen formuleren voor de maatregelen. Vast staat wel dat we er niet onderuit komen nu wij de tekenen zien van een mogelijke dreiging voor een derde golf. Dat wij naar een stukje verscherping van de maatregelen moeten gaan. En dat zal niet abrupt geschieden. Het kan abrupt geschieden, maar dat zal helemaal afhankelijk zijn van de trend van infecties en de wijze hoe de verspreidingen zich manifesteren. Wat ik wel kan meegeven is dat met het feit en de knowledge die er is, dus de kennis, dat wij varianten hebben die circuleren in Suriname. En wetende dat het Manaus variant zeker besmettelijker is dan het originele COVID, het originele virus. Dat wij rekening moeten houden met een nog scherpere stijging van infecties in de komende periode. Wij hebben, om het duidelijk te stellen, als regering het beleid dusdanig ingericht dat wanneer wij merken dat de situatie verbetert, dan bedoelen wij dat de infecties afnemen, dat wij ook, om onze economie niet te veel onder druk te plaatsen en de maatschappij ook niet onder druk te plaatsen te veel, om de sociale, het sociaal leven weer enigszins te doen herstellen, dat wij maatregelen versoepelen. En als de situatie weer verergert met infecties, dat wij de maatregelen weer scherper maken. Dat is men gewoon. Dat is men gewend van deze regering. En dat wij niet consequent of consistent zaken onder druk houden. Dat zou je het liefst willen vanuit medisch oogpunt. Doordat je samenleving niet goed genoeg gevaccineerd is. Zou je graag willen hebben dat je hele strakke maatregelen in landen hebt. Maar geen enkel land in de wereld heeft zo'n beleid. Het is eenmaal zo dat de mens is onderdeel van die samenleving en de mens neigt naar vrijheid. Dat is eigenlijk een evolutionaire ontwikkeling die we zien bij de mens. En we houden daar rekening mee. De mens is ook een sociaal wezen. Kinderen moeten naar school, mensen moeten werken om te leven, mensen moeten ontspannen. Je ziet dat gewoon. En wij willen zeker geen burgerlijke ongehoorzaamheid bevorderen. Dus als wij iets legaal en op een verantwoorde wijze kunnen versoepelen, dan doen we dat op basis van de cijfers. En als er weer tekenen zijn dat de cijfers erger worden, dan hebben we direct feedback met de samenleving, feedback met de sectoren. En gaan we op basis van die feiten de groep en de sectoren met ons meenemen om het beleid te maken. En nog steeds is men bezig op social media valse informatie te verstrekken om zodoende het beleid met betrekking tot COVID in Suriname te bekladden. De minister is vooral niet te spreken over het feit dat de berichten komen van een gewezen parlementariër. Berichten als zouden de instanties zijn overgegaan tot versoepeling alleen maar om een religieus feest. Ik hoor die geluiden van personen dat men aangeeft dat wij om een religieus feest of om een nationale feest zaken hebben versoepeld en daardoor dat wij te blamen zijn voor de ontwikkelingen in de infecties en dat er stijgingen zijn. Het moet duidelijk zijn dat wij geen beleid maken op basis van onze emoties. We maken geen beleid op basis van ons gevoel en op basis van onze intuïtie. We maken beleid op basis van de wetenschap, op basis van data, op basis van ontwikkelingen met betrekking tot testen en resultaten. En we geen sinds emotionele of etnische snaren willen bespelen om ons beleid te maken. En dat moeten we zeker, daarvoor wil ik zeker waarschuwen, want er zijn mensen, met name afgewezen politici uit de vorige regering, die nu proberen via een ander kanaal, social media onder andere, de regering te bekladden van een amateuristisch beleid met betrekking tot COVID-19. Het mag direct ook een boodschap zijn naar deze politici
of deze politicus die probeert via social media aandacht te trekken, omdat hij zijn 117 stemmers en volgers natuurlijk wat informatie moet geven. Laat het duidelijk zijn dat deze minister geen voorstander is van vuilsmijterij in de politiek om, op basis van een, op grond van een gezondheidsprobleem. Wij hebben getoond, de regering heeft getoond, door een consistent beleid en wetenschappelijk onderricht beleid de twee golven goed onder controle te hebben. We zijn zelfs in het Caribisch gebied genoemd als de COVID champions. We zijn een van de weinige landen in de regio die de COVID situatie tot 2 maal toe onder controle heeft kunnen krijgen. En dat moet wel duidelijk zijn als die meneer, de politicus, die ook van mening was dat er toen geen devaluatie kwam. En er toch een devaluatie is gekomen met alle financiële ellende die we nu hebben. En dan, dan weet u al welke geloofwaardigheid aan deze meneer hangt. Maar nogmaals, ik zou zeggen, u bent geen medicus. U bent geen public health deskundige. Houdt u zich bezig met het herstellen van uw imago. Houdt u zich bezig met weer op de weg komen op het politiek veld. Want die was u helemaal kwijt. U hebt het beleid totaal verprutseld in uw periode. En ik zou zeggen, geeft u de nieuwe regering de ruimte en toont u een ware democraat en legt u zich neer bij het besluit van het volk dat u afgewezen bent. En geef gewoon de ruimte aan de regering om te tonen hoe het wel moet. En dan hebben wij het weer gehad voor dit journaal. Stop met verspreiden van valse berichten en stop ermee om mensen die hard hun best doen het virus te verslaan, te bekladden op social media. Zoek jouw aandacht elders op, dan op de sociale media kanalen. Je bereikt er toch nooit iets mee. Laat je liever goed informeren en laat je vaccineren. Utambum.